Hallo Surya, Hallo. welkom. Oké. Ja. Hey Surya, even een toelichting. Je zit in de jaartraining. Je hebt al heel wat opgeruimd. Ja. Je bent oorspronkelijk begonnen met fysieke klachten in je nek. Eens even vragen, hoe staat het daarmee? Ja, die heb ik niet meer. Oké. Die is, dat is echt, ja, dat vond ik het meest wonderbaarlijke is dat ik, ik kan me niet heugen dat die ooit weg is geweest. Oké. Dus die is al En hoe vanaf, lang had je die al? ja, 30 jaar. Oké, ja. Ja. Dus we hebben intussen al wel wat traumawerk en zo daar rond gedaan. Absoluut. Maar we gaan nog een stapje verder vandaag. Ja, fijn. En ik heb al een conversatie met Surya gehad om te kijken waar we het vandaag over gingen hebben. Want de bedoeling van deze sessie is dat we het ook opnemen. De bedoeling is dat het dan ook publiek gemaakt wordt op mijn YouTube-kanaal. Mijn bedoeling is om te tonen, te demonstreren van hoe gaat een EFT-sessie er nu eigenlijk aan toe. Want men kan er van alles over vertellen, maar het laten zien is natuurlijk ja, de beste manier om te tonen hoe zoiets in zijn werk gaat. We hebben al een onderwerp, namelijk relaties, en met name een intieme relatie. Want je hebt wel wat relaties achter de rug die uiteindelijk altijd mislukt zijn of afgebroken geweest zijn. Ja, nou ja, die in ieder geval niet heel fijn zijn geweest, waardoor het er een einde om verschillende redenen. Ja. Ja, klopt. En je bent nu opnieuw aan het daten. En je had 3 maanden, of je hebt 3 maanden een intieme relatie. Zeg maar opgebouwd, maar je hebt recent de relatie toch stopgezet, omdat er een aantal dingen niet goed voelden. Nou ja, eigenlijk vooral omdat ik merk dat ik allerlei dingen aan heb verbonden. Allerlei hoe het zou moeten gaan, hoe het hoort te gaan. Ja. En nu ik inmiddels, want ik denk dat het nu bijna 2 weken geleden is dat ik dat heb gedaan, kom ik er steeds meer dat ik denk, ja, pak ik mezelf ook niet een soort leer. Momenten af en kan het ook los van hoe het zou moeten, hoe het hoort, want volgens wie hoort het dan? Ja, het is inderdaad zo. We hebben vanuit de cultuur en heel de context waarin dat we opgevoed zijn, allerlei overtuigingen over van alles, meningen, hoe dingen er zouden moeten uitzien, Ja, hoe dingen zouden moeten gaan. moet verloop. Ja, hè? En Ja. dus hoe een relatie er zou moeten uitzien, welke stappen dat je zou moeten zetten om een relatie op te bouwen en zo. En die kunnen wel eens in de weg zitten, inderdaad, om Ja, echt behoorlijk. om een liefdevolle relatie aan te gaan, hè? Ja, los van hoe het zou moeten Ja, want daarmee merk ik dat je eigenlijk vooral jezelf beperkt daarin. Want je hebt gemerkt dat in deze relatie dat er een aantal belangrijke behoeften wel waren ingevuld, hè? Zoals dat het liefdevol was, dat Dat er het liefdevol is en dat het op een liefdevolle manier gesproken wordt, dat er ook echt naar elkaar geluisterd wordt. Dat je de ander kan laten voor wie die is, zonder de ander te willen veranderen. Ja, dat vind ik hele belangrijke aspecten die Ja. ik voorheen Nooit ervaren. nooit ervaren Oké. heb. Ja. Ja. Je hebt iets gezegd en ik zou dat willen aanvatten om eens te kijken wat het er nog dieper onder zit en welke emoties er eventueel nog vastzitten. Want dan gaan we daar EFT op doen. En met EFT gaan we naar de beladen emoties, de zaken die we meestal in de onbewustheid onderdrukt hebben. Ik ben heel erg van geen schuldgevoel. Het is allemaal bewustwording en kijken wat er in de weg zit om dat te creëren wat dat we wensen te creëren, hè. Dus we gaan even, ja, ik was even aan het kijken naar
of alles goed aan het opnemen was. Ja. je had een sterke overtuiging dat jouw vriend niet kon committen, ja. Omdat hij zelf zei, ik zit nog in een burn-out. Ik ben er eigenlijk niet klaar voor. Zoiets. Of ik kan het er niet bij hebben. Of ik ben nog aan het ontdekken wie ben ik. En ik weet niet of alles samen gaat. Ja. Althans, die conclusie heb ik getrokken. Ja, en het is interessant om eens terug te kijken. Heeft hij dat letterlijk gezegd zo? Of is het jouw interpretatie geweest? Ja. Ja. Het laatste, het was jouw interpretatie? Nou ja, het is denk ik allebei wel, want het is... want als je er namelijk geen label aan hangt, we zijn nu in een relatie en je bent met elkaar aan het ontdekken wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn, dan heb je misschien geen label, maar dan ben je nog steeds in een relatie. Dus en ik heb eraan gehangen, maar als dan de ander er geen label aan wil hangen, dan heb je geen relatie. Ja. Ja, wat ben je dan aan het doen? Ja, dan ben je je tijd aan het verspillen. Ja. Ja. Jouw vriend zegt, ik kan nog niet committen omdat ik toch nog uit een depressie aan het komen, uit een burn-out aan het komen ben. Wat doet dat met jou? Wat voel je daarbij? En sluit maar even je ogen. En kun je misschien teruggaan naar het moment zelf dat hij dat heeft gezegd? Ik denk dat het dan, als ik dan zo terugga en ik hoor, eigenlijk hoor ik al niet meer eens wat hij zegt, maar dan denk ik dat het voelt als een afwijzing. Oké, en waar voel je dat in je lichaam? Ja. Is het een druk? We gaan proberen te benoemen wat de fysieke sensatie is. Ja, het is een druk, want dat is ook op dat moment wat er dan gebeurt. Dus je voelt die druk. Je ademhaling wordt heel even stopgezet, wil ik niet zeggen, maar die verandert. Mm-hmm. Oké. Je zit in dat gevoel nu, hè? Daar gaan we EFT op doen. En ik nodig je uit om mij na te zeggen. Je kent intussen de procedure. Ja. Ja, ook al voel ik al die druk in mijn hartgebied. Ook al voel ik al die druk in mijn hartgebied. Het is oké om dit te voelen. Het is oké om dit te voelen. En erkenning te geven. En erkenning te geven. Deze druk in mijn borst. Deze druk in mijn borst, ja. Hoe mag ik jouw vriend bij naam, of kies je misschien een andere naam? Guy. Guy zegt, ik kan nog niet committen. Dat mag je mij nazeggen. Guy zegt, ik kan nog niet committen. Want ik ben uit een burn-out aan het komen. Want ik ben in een burn-out aan het komen. En eigenlijk hoor ik al niet meer wat hij zegt. Ik voel mij afgewezen. En ik voel al die druk. In mijn hartgebied. Guy zegt, ik kan nog niet committen. En ik hoor het eigenlijk al niet meer. Ik voel mij afgewezen. Ik word meteen getriggerd. Ik voel me afgewezen. En ik voel al die druk in mijn borstgebied. Al die druk. Laat maar even diep in en uit. En check nog eens even, ga nog eens terug met je aandacht naar je borstgebied. Is daar iets veranderd aan die druk? Ja, het is wat rustiger. Ja, want de moment dat hij zegt, ik kan nog niet committen, dan word jij getriggerd. En jij hebt allerlei ideeën van, hij kiest niet voor mij, hij gaat niet voor mij. Ja. Hij is niet echt geïnteresseerd. En dat zijn jouw overtuigingen, die al lang leven. Hè? Ja. Dus dat is wat er vaak gebeurt in een relatie, dat we op elkaar pijnknoppen gaan duwen.
en eigenlijk niet meer horen wat de ander zegt, hè? Je zit dan in je eigen stressvol verhaal. Dus ik ga die overtuigingen die nu getriggerd worden, jou eens dus stuk voor stuk laten hardop opzeggen en voelen wat het met je doet en dat gaan we ontladen. Ja. Is dat oké? Ja, dat is prima. Okay. Hij gaat niet voor mij. Dat is een conclusie die hij trekt, hè? Zeg maar eens hardop. Sluit je ogen maar. Hij gaat niet voor mij. Hij gaat niet voor mij. Wat gebeurt er in je lichaam als je dit gelooft? Ja, daar word ik verdrietig van. Ja, klopt, maar mee. Ook al voel ik al dit verdriet. Ook al voel ik altijd verdriet. Hij gaat niet voor mij. Hij gaat niet voor mij. En ik geef dat verdriet erkenning. En ik geef dat verdriet erkenning. Deze keer loop ik er niet van weg. Deze keer loop ik er niet van weg. Maar ik geef het erkenning. Maar ik geef het erkenning. Het is oké om het te voelen. Het is oké om het te voelen. En erkenning te geven. En erkenning te geven. Hij gaat niet voor mij. Hij gaat niet voor mij. En ik voel al dit verdriet. Ik voel al dit verdriet. Hij gaat niet voor mij. Hij gaat niet voor mij. Al dit verdriet. Al dat verdriet. Het is oké om het te voelen. Het is oké om het te voelen. En rustig los te laten. En rustig los te laten. Dit oud verdriet. Dit oud verdriet. Dat hij niet voor mij kiest. Dat hij niet voor mij kiest. Dit oud verdriet. Het oud verdriet. Wordt opnieuw getriggerd. Wordt opnieuw getriggerd. En ik kies ervoor om het los te laten. En ik kies ervoor om het los te laten. Laat maar even diep in en uit. Ja. We gaan nog een rondje op dat verdriet doen. Ik voel al dit verdriet. Ik voel al dat verdriet. Het is oké om het te voelen. Het is oké om het te voelen. En erkenning te geven. En erkenning te geven. Het is vaker voorgekomen. Het is vaker voorgekomen. En ik geef erkenning aan al die emotionele pijn. En ik geef erkenning aan al die emotionele pijn. Hij gaat niet voor mij. 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 Dit verdriet. Dit verdriet. Dit verdriet. Dit verdriet. Hoort niet meer thuis. Hoort niet meer thuis. In het nieuwe hoofdstuk van mijn leven. In het nieuwe hoofdstuk van mijn leven. Dit oud verdriet. Dit oud verdriet. Laat ik liefdevol gaan. Laat ik liefdevol gaan. Laat me even diep in en uit. Sorry, als je wil kan je daar een deppertje nemen. We gaan nog eens even checken. Ik ga je nog eens vragen om te zeggen, hij gaat niet voor mij. Hij gaat niet voor mij. Wat gebeurt er fysiek nog in je lichaam? We zijn op zoek naar de fysieke gewaarwording. Nog een beetje onrust, maar daar komt dan ook een zin. Ja? Dan ga ik voor mezelf. Ja. Dus er komt nu een nieuwe gedachte op. Ik ga nog eventjes de oude verder zien wat dat daar nog op zit. Hè. Er zat nog wat onrust op, zeg je. Waar zit die onrust in je lichaam? Kun je je ergens lokaliseren? Ja. En hoe sterk is die onrust ook? Ook een beetje. De hartgebied aan de achterkant. Ja. Hoe sterk is die onrust? Van 0 tot 10. Zit die boven de 5, rond de 5, onder de 5? 5, 6. Oké. Klopt maar mee. Ook al voel ik al die onrust. Ook al voel ik al die onrust. In heel mijn borstgebied. In heel mijn borstgebied. Vooraan en achteraan. Vooraan en achteraan. Het is oké. Het is oké. Om dat gevoel te voelen. Om dat gevoel te voelen. Al deze onrust. Al deze onrust. Deze onrust. Deze onrust. Hij gaat niet voor mij. Hij gaat niet voor mij. En ik voel nog deze onrust. En ik voel nog deze onrust. 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 Oké, adem maar even diep in en uit. En we gaan nog eens even checken. Kun je nog eens zeggen, hij gaat niet voor mij. Hij gaat niet voor mij. En wat gebeurt er fysiek in je lichaam nog? Ja, dit is wel rustig. Ja,
wat tintelingen in bij mijn slaapgebied. En waar zit je ongeveer op een schaal van 0 tot 10? 3, 4. Oké. Ook al voel ik die tintelingen in mijn slaapgebied. Ook al voel ik die tintelen in mijn slaapgebied. Het is oké om dit te voelen. Het is oké om dit te voelen. En vriendelijk voor mezelf te zijn. En vriendelijk voor mezelf te zijn. Deze tintelingen in mijn slaapgebied. Deze tintelingen in mijn slaapgebied. 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 Hij gaat niet voor mij. 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 Maar ga ik voor mezelf? Maar ga ik voor mezelf? Hij gaat niet voor mij. Maar hij gaat niet voor mij. Kan ik mezelf waarderen? Kan ik mezelf waarderen? Kan ik mezelf lief hebben? Kan ik mezelf lief hebben? Adem lief diep in en uit. En check nog eens even de hoogte van je slapen. Hoe is het met dat tintelend gevoel? Ja, dat is er nog, maar het is wel... Ja, er juist zat je aan een 3. Ja, dat is wel minder. Oké. Ja. De vraag kwam op, ga ik voor mezelf? Zeg die eens hardop en voel eens wat dat met je doet. Ga ik voor mezelf? Nou, dat voelt een beetje... Maar ja, wat gebeurt er fysiek in je lichaam? Ik word verdrietig. Ja, klopt maar mee. Ik voel altijd verdriet. Ik voel altijd verdriet. Bij deze vraag. Bij deze vraag. Ga ik wel voor mezelf? Weet ik wat dat is? Weet ik wel wat dat is? Ja. Liefdevol. Hoe moet dat dan? Ja, liefdevol voor mezelf zijn. Liefdevol voor mezelf zijn. Vriendelijk voor mezelf zijn. Vriendelijk voor mezelf zijn. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Heb ik nooit geleerd? Heb ik nooit geleerd. Maar ik wil het wel graag leren. Maar ik wil het wel graag leren. Ik weet niet hoe dat je het doet. Ik weet niet hoe je dat niet doet. Maar ik voel wel het verlangen. Maar ik voel zeker het verlangen. Om liefdevol met mezelf om te gaan. Om liefdevol naar mezelf om te gaan. Ik heb niet geleerd hoe het moet. Ik heb niet geleerd hoe het moet. Integendeel. Integendeel. Ik ben nogal wat hardheid tegengekomen. Ik ben heel veel hardheid tegengekomen. Heel veel liefdeloosheid. Heel veel liefdeloosheid. En ik wil heel graag leren. En ik wil heel graag leren. Liefdevol met mezelf om te gaan. Liefdevol met mezelf om te gaan. Oh, een rondje verder. Ik wil het heel graag leren. Ik wil het heel graag leren. En ik zit al een tijdje in dat proces. En ik zit al een tijdje in dat proces. En ik geef erkenning aan het verdriet dat ik nu voel. En ik geef erkenning aan het verdriet dat ik nu voel. Aan al die hardheid die ik ooit ben tegengekomen. En al die hardheid die ik ooit tegen ben gekomen. Al die liefdeloosheid. Al die liefdeloosheid. Al die onvriendelijkheid. Al die onvriendelijkheid. Het is hard geweest. Het is heel hard geweest. Het is zwaar geweest. Het is zwaar geweest. En ik gebruik deze gelegenheid nu. En ik gebruik deze gelegenheid nu. Om iets van die emotionele pijn van vroeger los te laten. Om iets van die emotionele pijn van vroeger los te laten. Ja. Al die emotionele pijn. Al die emotionele pijn. Dat ik mij niet geliefd heb gevoeld. Dat ik me niet geliefd heb gevoeld. Ik heb het niet geleerd. Ik heb het niet geleerd. Om vriendelijk voor mezelf te zijn. Om vriendelijk voor mezelf te zijn. En ik wil het heel graag leren. En ik wil het heel graag leren. Ik wil die verbinding met mezelf herstellen. Ik wil die verbinding met mezelf herstellen. Ja, ik wil in de eerste plaats een liefdevolle verbinding met mezelf. Ik wil in de eerste plaats een liefdevolle verbinding met mezelf. En ik geef erkenning aan de pijn die ik nu voel. En ik geef erkenning aan de pijn die ik nu voel. Dat het in het verleden zo anders is geweest. Dat het in het verleden zo anders is geweest. Laat me even diep in. Zeg nog eens hardop als je wil. Ga ik wel voor mezelf? Ga ik wel voor mezelf? Wat gebeurt er nog fysiek in je lichaam? Niet zo heel veel. Blijft rustig. Ja. Ja. En de gedachte komt op dat het eigenlijk steeds beter gaat. Ja, hè? Ja. Ja,
we gaan die positieve overtuiging er even intikken. Als ik terugkijk... Als ik terugkijk... Naar september? Naar september. Toen ik begonnen ben? Toen ik begonnen ben. Als ik die 8 maanden terug bekijk... Als ik die 8 maanden terug bekijk... Dan zie ik hoeveel beter het gaat. Dan zie ik hoeveel beter het gaat. En daar waardeer ik mezelf voor. En daar waardeer ik mezelf voor. Ik waardeer mezelf... Ik waardeer mezelf. Voor al die inspanningen. Voor al die inspanningen. Die ik al gedaan heb. Die ik al gedaan heb. Om mezelf meer en meer te waarderen. Om mezelf meer en meer te waarderen. Om mezelf terug te vinden. Om mezelf terug te vinden. Misschien voor het eerst in mijn leven. Zeker voor het eerst in mijn leven. Ja. Het gaat steeds beter. Het gaat steeds beter. En ik waardeer mezelf. En ik waardeer mezelf. Voor alle inspanningen die ik gedaan heb. Voor alle inspanningen die ik gedaan heb. Ik waardeer mezelf. Ik waardeer mezelf. En ik zie dat het steeds beter gaat. En ik zie dat het steeds beter gaat. Ik heb al een hele weg afgelegd. Ik heb een hele lange weg afgelegd. En er zijn al heel wat dingen veel beter geworden. En er zijn heel veel dingen veel beter geworden. En misschien ga ik deze relatie met Guy wel aanpakken. Misschien ga ik deze relatie met Guy wel aanpakken. Als een leermoment. Als een leermoment. En te ontdekken. En te ontdekken. Wat liefde eigenlijk is. Wat liefde eigenlijk is. Nou, maar even diep in een... We gaan nog eens even terug naar dat moment dat hij zegt, ik kan nog niet committen, want ik zit nog in een depressie, ik ben nog uit een burn-out ontkomen. Wat voel je als hij, als Guy zegt, ik kan nog niet committen? Nou ja, eigenlijk gaat daar... Op dat moment, als ik dan terugkijk, gaan heel veel dingen tegelijk door elkaar. Dus het ene moment is inderdaad, hij gaat niet voor mij of ik voel me afgewezen. Tegelijkertijd denk ik, je moet stoppen voordat je weer zo lang erin zit. Okay. En dat je een verkeerd beeld hebt. Of dat je... alleen maar de potentie van iemand ziet. Of in ieder geval de angst dat ik alleen maar in de potentie kan kijken. Maar er is ook een soort van... Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want... wat zou het dan moeten zijn? Of wat moet ik er eigenlijk van vinden? Ja. Ja. Wanneer Guy zegt... Wanneer Guy zegt... Ik kan nog niet committen. Ik kan nog niet committen. Dan komen allerlei stressvolle gedachten naar boven. Dan komen allerlei stressvolle gedachten naar boven. Want ik ben ooit in het verleden... Ik ben ooit in het verleden... Te lang blijven hangen... Te lang blijven hangen. In een relatie die niet voedend was. In een relatie die niet voedend was. En deze angst komt opnieuw naar boven. En deze angst komt opnieuw naar boven. Al die angst. Al die angst. Ben ik mijn tijd nu aan het verspillen? Ben ik mijn tijd aan het verspillen? Ben ik toch niet te veel aan het focussen op het potentieel? Ben ik niet te veel aan het focussen op het potentieel? Dat er dan toch niet uitkomt? Wat er dan toch niet uitkomt? Al die angst. Al die angst. Al die angst. Al die angst. Dat ik weer ga vastzitten. Dat ik weer vast ga zitten. Dat ik investeer in de verkeerde relatie. Dat ik investeer in de verkeerde relatie. Al die angst. Al die angst. Geef ik erkenning. Geef ik erkenning. En ik kies ervoor om toch te ontspannen. En ik kies ervoor om toch te ontspannen. Ik kies ervoor om toch te ontspannen. Ik kies ervoor om toch te ontspannen. Ook al komen al deze stressvolle gedachten naar boven. Ook al komen al deze stressvolle gedachten naar boven. Ja. Ben ik mezelf iets wijs aan het maken? Ben ik mezelf iets wijs aan het maken? Ben ik toch niet te veel aan het focussen op het potentieel? Ben ik toch niet te veel aan het focussen op het potentieel? Ga ik misschien weer blijven hangen? Ga ik misschien weer blijven hangen? In een niet-voedende relatie? In een niet-voedende relatie. Al deze stressvolle gedachten? Al deze stressvolle gedachten. Ik merk ze op? Ik merk ze op. En ik laat de angst gaan? En ik laat de angst gaan. Al de angst? Al die angst. Die gegenereerd wordt. Die gegenereerd wordt. Door deze stressvolle gedachte. Door deze stressvolle gedachte.
En ik kies ervoor om te ontspannen. En ik kies ervoor om te ontspannen. Het is veilig om te ontspannen. Het is veilig om te ontspannen. En terug bij mezelf te komen. En terug bij mezelf te komen. Ja, maar even dieper inderdaad. Even terug naar een moment. Ik kan nog niet committen. Want ik ben nog niet klaar. Ik ben nog uit een depressie aan het komen. Welke gedachten triggert dat bij jou nog? Nou ja, wat ik net ook al zei, er gaan dan 6 miljoen vragen dan tegelijk. En, dat is wel heel veel. Ja, misschien wat overdreven, maar wat ik net al opnoemde, gaat daar dan doorheen. Maar er gaat ook doorheen, maar dat kan toch ook naast elkaar. Maar zou je dat ook wel willen naast elkaar? Kan dat wel naast elkaar? Het kan wel naast elkaar, maar misschien wil je dat niet met mij. Zeg die laatste nog een keer? Dat een relatie en werken aan jezelf, of erachter komen wie je bent en, mm-hmm. en hoe je beter in het leven kan staan en een relatie aangaan, dat kan toch prima naast elkaar? Of kan dat wel naast elkaar, maar wil je dat niet met mij? Ben ik wil Gita wel met jou? Ja. Ja. Ook al vraag ik mij dat af. Ook al vraag ik mij dat af. En de gedachte komt op. En de gedachte komt op. Een liefdevolle relatie hebben. Een liefdevolle relatie hebben. En tegelijkertijd aan jezelf werken. En tegelijkertijd aan jezelf werken. Eigenlijk moet dat toch wel naast elkaar kunnen? Eigenlijk moet dat toch wel naast elkaar kunnen. Maar zou Gita wel met mij willen? Maar zou Gita wel met mij willen? Ik twijfel nog. Ik twijfel nog. En daar komen mijn eigenwaardeconflicten weer naar boven. En daar komen mijn eigenwaardeconflicten naar boven. Ja, wil die wel met mij verder? Wil die wel met mij dat aangaan? Ben ik wel waardevol genoeg? Ben ik wel waardevol genoeg? Is die wel echt geïnteresseerd? Is die wel echt geïnteresseerd? En ik merk op dat mijn eigenwaardeconflicten... En ik merk op dat mijn eigenwaardeconflicten... De kop opsteken. De kop opsteken. Ben ik wel waardevol genoeg? Ben ik wel waardevol genoeg? Wil Guy wel echt wel verder met mij? Wil Guy echt wel verder met mij? Ik twijfel. Ik twijfel. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dus doe ik wat ik altijd doe. En ik heb gedaan wat ik altijd gedaan heb. En ik doe wat ik dan altijd doe. Wat doe je dan? Een punt achter zetten. Ja, ik heb een punt achter de relatie gezet. Ik heb een punt achter de relatie gezet. En ik voel zoveel spijt. Tegelijkertijd voel ik spijt, maar tegelijkertijd voelde het ook wel... heel krachtig om het op een hele fijne manier te doen. Want ik ben ook altijd gewend dat het altijd met ruzie gaat. Ja. Dus ja. Het was heel dubbel. Ik heb het dit keer op een liefdevolle manier beëindigd. Ik heb het dit keer op een liefdevolle manier beëindigd. En dat is heel anders dan dat ik het in het verleden gedaan dat heb. Dat is heel anders dan dat ik het in het verleden heb gedaan. En daar waardeer ik mezelf voor. En daar waardeer ik mezelf voor. Ik heb er een punt achter gezet. Ik heb er een punt achter gezet. En ik waardeer mezelf. En ik waardeer mezelf. Dat ik het op een liefdevolle manier heb gedaan. Dat ik het op een liefdevolle manier heb gedaan. Het hoeft niet met slaande deuren te gaan. Het hoeft niet met slaande deuren te gaan. Ja. Ja, of met ruzie, of met jakhalstaal. In welke cursus zit jij? Ja. Ja, ik heb het dit keer op zijn giraffes gedaan. Ik heb het dit keer op zijn giraffes gedaan. En daar waardeer ik mezelf voor. En daar waardeer ik mezelf voor. Ja, maar even. Ja, dat is het ene deel. Maar ik heb jou ook horen vertellen dat er eigenlijk nadien, vrij snel nadien, ook wel spijt kwam. Vrij nadien kwam er ook wel, naar spijt wil ik niet zeggen. Het is vooral een vraagteken bij, okay. Is dit wel handig geweest? Of pak ik mezelf ook wel weer iets af? Ja. Is dit wel handig geweest? Is dit wel handig geweest? Om er zo radicaal een punt achter te zetten. Om er zo radicaal een punt achter te zetten. Gooi ik nu het kind met badwater niet weg? Ja, gooi ik nu het kind met badwater niet weg? Ja, misschien kan ik daar...
kind wat nieuw badwater geven. Misschien kan ik dat kind wat nieuw badwater geven. Maar ja, ik heb er nu een punt achter gezet. Maar ja, ik heb er een punt achter gezet. En dat lijkt zo definitief. Dat lijkt definitief, tegelijkertijd weet ik ook dat het niet definitief is. Ja, het hoeft niet definitief te zijn. Het hoeft niet definitief te zijn. Ik ben aan het leren. Ik ben aan het leren. Guy is ook aan het leren. En Guy is ook aan het leren. We zijn beide aan het leren. We zijn beide aan het leren. En misschien kunnen we deze relatie aanvatten. Misschien kunnen we deze relatie aangaan. Om te leren. Om te leren. Te leren in liefde. Te leren in liefde. Ik sta open. Ik sta open. Dat ik er dit keer anders mee kan omgaan. Dat ik dit keer anders ermee om kan gaan. Dat is ook mijn verlangen. Dat is zeker mijn verlangen. Oh, om die liefde te exploreren. Om die liefde te ontdekken. Oh, even diep in en uit. Ik wil nog eens eventjes teruggaan, als het oké is voor jou, naar jouw stressvolle gedachten, die, we hadden 6 miljoen, maar we gaan er een paar grote uithalen. Ja. Wees maar gerust. Ja. Als we er een paar grote uithalen, dan, Gary Craig zegt altijd, haal er een paar grote bomen uit dat bos, en dan vallen die andere bomen ook wel mee om. Dus het is niet dat we al die stressvolle overtuigingen één voor één moeten ontrafelen. Maar ik wil wel eens eentje checken. Guy is niet echt geïnteresseerd in mij. Guy is niet echt geïnteresseerd in mij. Ja. Wat gebeurt er fysiek nog in je lichaam? Ja, ik ervaar een bepaalde onrust. Oké, en hoe hoog is die onrust? Daar wil ik eerst wat rust in brengen. Nou, de onrust, als ik erbij blijf en niet verder ga in mijn hoofd. Ja, een goede aanvulling. Probeer eens even bij dat gevoel te blijven. En, want dat is wat we meestal doen. We hebben een gevoel en een gedachte en we gaan daar een heel stressvol verhaal aan breien. En we gaan allerlei interpretaties en we blijven niet wat er in het hier en nu gebeurt. Hè. We maken het zelf groter. Veel groter. En dat gebeurt allemaal heel onbewust, maar we zijn het nu bewust aan het maken. Want van het moment dat het bewust wordt, kan je er ook anders mee gaan omgaan. Iets dat onbewust blijft, kan je niet veranderen. Dat zijn onze automatische patronen die al heel lang geleden ooit geïnstalleerd zijn. En die programma's zijn aan het veranderen. Dus hij is niet echt geïnteresseerd. Waar voel je die onrust? Ja, dat is eigenlijk overal wel. Ja, klopt maar mee. Ook al voel ik al die onrust in heel mijn systeem. Ook al voel ik al die onrust in mijn systeem. Het is oké om dit te voelen. Het is oké om dit te voelen. Al die onrust. Al die onrust. Die een effect is. Die een effect is. Van mijn overtuiging. Van mijn overtuiging. Guy is niet echt in mij geïnteresseerd. Die is niet echt in mij geïnteresseerd. Guy is niet echt in mij geïnteresseerd. Guy is niet echt in mij geïnteresseerd. Al die onrust. Al die onrust. Die krijg ik in heel mijn systeem voel. Die ik eigenlijk in mijn systeem voel. Hij wil mij niet. Hij wil mij niet. Hij is niet geïnteresseerd in mij. Hij is niet geïnteresseerd in mij. Al die onrust. Al die onrust. Het is oké om het te voelen. Het is oké om het te voelen. En rustig los te laten. En rustig los te laten. Want de feiten zijn. Want de feiten zijn. Dat hij 2 dagen later. Dat hij 2 dagen later. Na dat punt. Na dat punt. Contact heeft opgenomen. Contact heeft opgenomen. Om te vragen hoe het met mij gaat. Om te vragen hoe het met mij gaat. Iemand die niet geïnteresseerd is, doet dat niet. Iemand die niet geïnteresseerd is, doet dat niet. Laat maar even diep in de haar. Hoe is het met die onrust? Hij is niet echt in mij geïnteresseerd. Klopt die overtuiging nog? Nou ja, als ik bij dat onrust alleen blijf, dan kan ik daarbij blijven. Ja. Maar zodra je natuurlijk in je hoofd de onrust verder in je hoofd laat gaan, dan komen daar natuurlijk allerlei verhalen. Welk verhaal komt er dan zo bijvoorbeeld? Als je dat, als je hoofd laat gaan, dan is het van, ja, want anders zou die,
het wel aangaan. En anders zou die... Dan zou hij wel een commitment aangaan. Ja. Ja, als hij echt in mij geïnteresseerd als was. Als hij echt in mij geïnteresseerd was. En mij echt lief had. En mij echt lief had. Dan zou hij toch vanaf dag 1 een commitment aangaan. Dan zou... Ja. 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 Dan zou hij vanaf dag 1 al een commitment aangaan. Ja, en ik begin nu te zien. En als ik het nu uitspreek, klinkt het eigenlijk best gek, want dat zou ik zelf ook niet doen. Nee? Nee. Ja. Hoe zou het zijn om een proeftijd in te lassen? Hoe zou het zijn om een proeftijd in te lassen? Werkelijk om te proeven. Om werkelijk om te proeven. En elkaar te leren kennen. En elkaar te leren kennen. En vertrouwen op te bouwen. En vertrouwen op te bouwen. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet gek. Maar ik merk dat ik dan heel snel denk, wat zullen anderen daarvan vinden? Oké, mooi dat deze gedachte opkomt. Ja. Ja, want zo hoort het niet. Ja. Je moet eerst een commitment hebben en dan moet je pas... want je gaat toch niet weer zo lang in zo'n relatie zitten, net als de vorige keer. Ook al ben ik bang voor het oordeel van anderen. Ook al ben ik bang voor het oordeel van anderen. Ja. Ik ben bang voor het oordeel van anderen. Ik ben bang voor het oordeel van anderen. Want anderen hebben ooit dat oordeel uitgesproken. Want anderen hebben dat oordeel ooit uitgesproken. En ik ben bang voor hun afkeuring. Ik ben bang voor hun afkeuring. Ik ben bang voor de afkeuring van anderen. Ik ben bang voor de afkeuring van anderen. Al die angst. Is niet behulpzaam. Is niet behulpzaam. Al die angst voor het oordeel van anderen. Al die angst voor het oordeel van anderen. Angst om afgewezen te worden door anderen. Angst voor afgewezen te worden en niet meer bij mezelf te kunnen blijven. Okay. Wat ik al lastig vind. Ja, want ik ben daarin aan het oefenen. Ik ben daarin aan het oefenen. En natuurlijk verlies ik het contact nog wel eens met mezelf. En natuurlijk verlies ik nog dat contact met mezelf. Maar ik kan er steeds sneller bij komen. Ik kan er steeds sneller bij komen. Ja. Adem even diep in en uit. Het is ooit gebeurd dat anderen jou veroordeeld hebben of wel commentaar hadden dat je te lang bent blijven hangen in een relatie die niet goed was, die niet goed liep. Kun je nog eens naar zo'n momentje teruggaan dat iemand van jouw vrienden of kenniskring een opmerking maakte? En wie is het en wat zegt die? Dat is een vriendin en die zegt, ja, maar dit keer ga je er niet zo lang in blijven hangen. Oké, stop even. Wat gebeurt er als die vriendin zegt, maar dit keer ga je niet zo lang in blijven hangen, hè? Wat er dan gebeurt, wat ik vaker kan doen, is... het eigenlijk tegen mezelf opnemen voor die vriendin. En hoe zit dat dan in elkaar? Nou, dan denk ik in eerste instantie, oei, oh ja, dat is waar. Oh, dat, nou ja, niet dat ik ben het vergeten, maar oh ja, dat moet ik inderdaad niet doen. Oh, maar jij vertrouwt dus niet op mij dat ik dat niet kan doen. Kan ik dat eigenlijk überhaupt wel? Nou, niet zo lelijk doen over haar, want al die ze vragen. Het goed. Ja. Al die vragen. Ja. Al die gedachten. Al die gedachten. Die mij in de stress zetten. Die mij in de stress zetten, maar tegelijkertijd ben ik ook goed in het... niet voelen wat het bij mij doet. Ja, want ik veeg het van tafel. Ja, ik veeg het van tafel. Ja. Al mijn angsten. Al mijn angsten. Al mijn bedenkingen. Al mijn bedenkingen. En ik ben doorgegaan. En ik ben doorgegaan. In die relaties. In die relaties. Die niet voedend waren. Die niet voedend waren. En ik geef erkenning aan de pijn. En ik geef erkenning aan de pijn. Dat ik te lang ben blijven hangen. Dat ik te lang ben blijven hangen. In relaties die niet liefdevol waren. In relaties die niet liefdevol waren. Ik heb die bedenkingen van tafel geveegd. Ik heb die bedenkingen van tafel geveegd. En de angst komt nu opnieuw op. En de angst komt nu opnieuw op. Misschien ga ik toch weer te lang blijven hangen. Misschien ga ik weer te lang blijven hangen. Of te veel investeren. Of te veel investeren. In iets dat niet rendeert. In iets wat niet rendabel is.
En ik geef al mijn angst erkenning. En ik geef al mijn angst erkenning. Al die angst. Al die angst. Al die angst. Al die angst. Is niet behulpzaam. Is niet behulpzaam. Het houdt alleen maar mijn stresssysteem aan. Het houdt alleen maar mijn stresssysteem aan. Al die angst. Al die angst. Dat ik toch te lang ga blijven hangen. Dat ik toch te lang blijf hangen. In een niet voedende relatie. In een niet voedende relatie. En ik kan nu aan mezelf vertellen. En ik kan nu aan mezelf vertellen. Ik moet wel veranderd zijn. Ik moet wel veranderd zijn. Want de eerste 3 maanden nu. De eerste 3 maanden nu. Waren heel anders. Waren heel anders. Dan wat ik ooit eerder in een relatie heb ervaren. Wat ik ooit in een relatie heb ervaren. Er moet wel iets veranderd zijn. Daar is zeker iets veranderd. Ik kan aan mezelf vertellen. Ik kan aan mezelf vertellen. Ik ben veranderd. Ik ben veranderd. Ik heb veel meer contact met mezelf. Ik heb veel meer contact met mezelf. En het is logisch dat we in relaties getriggerd worden. En het is logisch dat we in relaties getriggerd worden. En vroeger kon ik niks met die triggers. En vroeger kon ik niks met die triggers. Dan ze van tafel vegen. Dan ze van tafel vegen. Maar vandaag kan ik ze aanpakken. Maar vandaag kan ik ze aanpakken. Om te kijken. Om te kijken. Welke stressvolle overtuigingen ik nog over mezelf heb. Welke stressvolle overtuigingen ik over mezelf heb. En dat maakt een wereld van verschil. En dat maakt een wereld van verschil. Ja. Laat maar even diep in en uit. Dat is jammer genoeg en tragisch genoeg vaak wat er in relaties gebeurt, dat we elkaar triggeren en de ander zien als de schuld van ons slecht gevoel. En we hebben in de training geleerd, die ander is de knoppenduwer. Die triggert iets oud, wat er al zat, wat nog onbewust zat. Maar dat het een gelegenheid is om je eigen pijnlijke overtuigingen bewust te worden, de pijn te gaan ontladen en ze te gaan veranderen naar een constructief verhaal. Ja. En dat wist je eerder niet, hè? Ja. Of niet zo bewust. Ja. Nee. Ja, we gaan er in de training wel heel diep op in, hè? Ja. Want vaak worden die dingen wel aangeraakt. Dat is mijn ervaring. Dat klopt. Ja. Maar wat we nu aan het doen zijn, is inderdaad even... Fine-tunen. Fine-tunen en dissecteren wat er... welke jouw stressvolle overtuigingen zijn, die bij jou getriggerd worden en die pijnlijk zijn. Want het is mijn visie dat die ander nooit de schuld is van jouw pijn. Hij is wel de knoppenduwer. Ja. En meestal gebeurt het dan over en twee. Ja. Hij duwt op jouw knoppen en jij duwt op zijn knoppen. En we zitten al bij de stress. Ja, en wat ook voor mij in ieder geval geldt, is dat ik vanuit jakhalstaal reageer. Ja. En altijd heb gereageerd en de ander ook. En dan kom je eigenlijk... Ja, dat is alleen maar een verwijdering, hè? Ja. Want dan heb je verwijten en kritiek naar de ander. Ja. Ja, als er iets giftiger is dan dat. Ja. Ja, als je je relatie wil opblazen, dan moet je dat doen, hè? Ja. Maar we hebben ondertussen een andere manier gevonden van even de aandacht van de knoppenduur weg te halen. En dat is wat we hier in de sessie nu aan het doen zijn. Te kijken wat jouw stressvolle overtuigingen zijn. Die liefdevol te ontladen. Ja, en vaak... Wat er dan bij mij gebeurt is, als ik getriggerd word, is dan gaat er ook nog eens een soort van stressvol verhaal van, moet ik het dan met de ander bespreken? Maar hij moet het toch ook weten? Maar eigenlijk... Nee. Hoeft hij het helemaal niet te weten. Ja. Maar het lukt mij nog niet om in het moment te zeggen, ik word getriggerd. Ligt niet aan jou. Kom er nog op terug. Ja. Ook al lukt mij dit nog niet. Ook al lukt mij dat nog niet. Maar ik weet het al wel. Ik weet het zeker al wel. Ja. Mijn eerste reactie is nog om het met de ander te bespreken. Ja, mijn eerste reactie is nog om met het ander te bespreken. En daar de harmonie terug te bewerkstelligen. En daar de harmonie veilig te stellen. Of, ja. 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 Het lukt me nog niet direct. Het lukt me nog niet direct. Om de aandacht dan bij mezelf te brengen. Om de aandacht dan wel bij mezelf te brengen. In het moment zelf. In het moment zelf. En dat is ook voor gevorderden. Ja, dat is zeker voor gevorderden. Ik kies ervoor om vriendelijk voor mezelf te zijn. Ik kies ervoor om vriendelijk voor mezelf te zijn. Ik ben dit aan het leren. Ik ben dit aan het leren. En misschien is Guy wel de uitgerekende persoon. En misschien is Guy wel de uitgerekende persoon. Om dat te leren. Om dat te leren. En liefdevol met mezelf om te gaan. En liefdevol met mezelf om te gaan. En ook met Guy. En ook met Guy. Maar in de eerste plaats met mezelf. Nee, in de eerste plaats met mezelf.
ik ben dit aan het leren. Ik ben dit aan het leren. En het is een vaardigheid. Het is een vaardigheid. En elke vaardigheid vraagt tijd. En elke vaardigheid vraagt tijd. En oefening. En oefening. Die is uitstekend oefenmateriaal. Die is uitstekend oefenmateriaal. Ja. Haal maar even diep in en uit. Wat voel je? Als hadden de overtuiging... Het was de angst voor het oordeel van anderen, hè? Ja. Ben je nu er toch mee gaat doorgaan misschien? Of ben je nog aan het twijfelen? Nee, ik zie hem vanavond dus. Dus we gaan het zien. Ja. Ja. Hoe bang ben je nog voor het oordeel van anderen? Ja, ik merkte toen ik het van de week afsprak, of toen hij vroeg van, zullen we dan wat doen zaterdag? En ik eigenlijk, voordat ik kwam nadenken, zei ja, leuk. En toen dacht ik, oh, wat zeg ik nu weer? En tegelijkertijd dacht ik, oh, wat gaan anderen ervan vinden? Ja, hoe groot is die angst nog voor wat anderen ervoor gaan van vinden? Ik denk op zich niet meer zo erg als van de week. Ja, maar hoe groot denk je dat tot nu? Schat maar. 4, 5. Ja, oké. Ik ben nog wel bang. Ik ben nog wel bang. Voor het oordeel van anderen. Voor het oordeel van anderen, ja. En ik heb altijd het idee dat ik mezelf moet verantwoorden. Ja, ja. Ja, want ik ben bang. Want ik ben bang. Ik ben het dit keer anders aan het doen. Ik ben het dit keer anders aan het doen. Maar ik ben ook bang. Maar ik ben ook bang. Voor het oordeel van anderen. Voor het oordeel van anderen. Al die angst. Al die angst. Voor het oordeel van anderen. Het oordeel van anderen en misschien ook wel van mezelf. Wat zegt dat? Wat is het oordeel? Wat zeg je tegen jezelf? Ja, is dit wel handig? Is dit wel goed genoeg? Is dit... Wat zou nu het ergste kunnen zijn wat iemand tegen jou zegt als je nu met Guy verder gaat en een andere manier van omgaan, ja, wanneer je getriggerd wordt, toch bij jezelf te blijven, te kijken wat er bij jou getriggerd wordt. En als je dat gaat oefenen. Ja, want eigenlijk, als ik er zo over nadenk en ik denk, ja, als je dat gewoon gaat oefenen zonder daar een of ander label aan te hangen. Ja. Ja, wat is daar eigenlijk mis mee? Is eigenlijk alleen maar fijn. Ja, hè? Je bent aan het oefenen om liefdevol met jezelf en met de anderen te gaan, hè? Ja. Wat kan er nu eigenlijk nog liefdevoller zijn? Ja, eigenlijk niks. Maar dan er komt dan toch, weet je wel, de labels die we eraan mag hangen. Mag je jezelf toestaan om te oefenen? Ja, precies. En dat. Te struikelen, van uw fiets te vallen en er weer terug op te klappen. Ja, en gaan mensen dan niet denken ja, dat je de ander als oefenmateriaal... Ja, dat doen we toch allemaal. Ja, maar we doen het eigenlijk al, maar ja. We benoemen het dan niet. Nee. Want als je het benoemt, dan ben je ineens een gebruiker misschien. Oké. Okay. Al die gedachten. Al die gedachten. Die nu voorbij komen. Die nu voorbij komen. Al die oordelen. Al die oordelen. En ik ben dat oude concept van hoe een relatie er moet uitzien. En ik ben dat oude concept hoe een relatie eruit moet zien. Aan het herbekijken. Aan het herbekijken. Ik wil heel graag oefenen. Ik wil heel graag oefenen. In liefde. In liefde. Ja, want in mijn eentje, ik weet niet. Ja. Wordt een beetje lastig. Ja, merk ik. Ja. Ja, relaties zijn prima oefenmateriaal. Relaties zijn prima oefenmateriaal. Maar ik kies ervoor om het liefdevol te doen. Maar ik kies ervoor om het liefdevol te doen. En wat is daar mis aan? En wat is daar mis mee? Ja, eigenlijk niks. Ik ga het dit keer anders doen. Ik ga het dit keer anders doen. Ik kies ervoor. Ik kies ervoor. Om mezelf niet meer te veroordelen. Om mezelf niet meer te veroordelen. Want al die oordelen. Want al die oordelen. Die van buiten naar mij gespiegeld worden. Die van buiten naar mezelf gespiegeld worden. Zijn ook mijn oordelen. Zijn ook mijn oordelen. En ik kies ervoor om liefdevol met mezelf om te gaan. En ik kies ervoor om liefdevol met mezelf om te gaan. Ik wil voor mezelf helder krijgen. Ik wil voor mezelf helder krijgen. Wat liefde voor mij betekent. Wat liefde voor mezelf betekent. Ik ga er mijn eigen invulling aan geven. Ik ga er mijn eigen invulling aan geven.
Maar één ding is zeker. Maar één ding is zeker. Ik wil het op een liefdevolle manier doen. Ik wil het op een liefdevolle manier doen. Voor mezelf. Voor mezelf. En Guy. En Guy. Laat maar even diep in de naad. Wat voel je nu in je lichaam nog? Zit er nog ergens spanning, druk, kramp? Ik ga nog één dingetje jou laten zeggen. Hij is niet echt in mij geïnteresseerd. Hij is niet echt in mij geïnteresseerd. Klopt dat wel? En ergens weet ik dat het dus niet klopt. Nee, want ik hoorde dat jullie vanavond hebben afgesproken. Ja. Ja. Ja, want waarom zou je afspreken? Met iemand waar je niet in geïnteresseerd bent. Ja, hè? Want dat zou ik zelf ook niet doen. Nee, hè? Ja, ik vermoed dat jij ook wel in die geïnteresseerd bent. Zeker. Want anders ga ik mijn tijd niet voldoen. Nee, hè? Nee. Ja. Ja. Ik ga het dit keer heel anders aanpakken. Ik ga het dit keer heel anders aanpakken. En als ik nog eens struikel? En als ik nog eens struikel? Ga ik dat juist als een leermoment opvatten? Ga ik dat juist als een leermoment opvatten? Of juist een stapsteen om daar naartoe te gaan? Om een stapsteen daar naartoe te gaan. Naar een liefdevolle relatie. Naar een liefdevolle relatie. Met mezelf. Met mezelf. En met de ander. En met de ander. Ik doe niks verkeerd. Ik doe niks verkeerd. Mijn instelling is alleen maar liefdevol. Mijn instelling is alleen maar liefdevol. En dat is wat telt. En dat is wat telt. Ik ga het dit keer heel anders aanpakken. Ik ga het dit keer heel anders aanpakken. Met de kennis en de wijsheid. Met de kennis en de wijsheid. Die ik de afgelopen maanden verworven heb. Die ik de afgelopen maanden geleerd heb. Ik ga het dit keer echt anders aanpakken. Ik ga het dit keer echt anders aanpakken. Met een liefdevolle attitude. Met een liefdevolle attitude. Vriendelijk voor mezelf. Vriendelijk voor mezelf. En voor de ander. En voor de ander. Laat me even diep in. Even checken, zit er ergens nog iets van onrust in je lichaam? Het is rustig. Ja. Is er nog iets wat je hierover wil zeggen? Iets dat nog opkomt, waar we nog aandacht aan dienen te geven? Ik denk dat het dat dan de gedachte of de gedachte komt op. Is dat ik misschien ook bang ben dat ik mezelf voor de gek hou van is het dan alleen de aandacht die je dan leuk vindt waardoor je daardoor op... Snap je een beetje wat ik bedoel? Het is ook leuk om aandacht te krijgen. Dat is het ook, maar ik wil niet in een relatie stappen alleen maar om aandacht te krijgen. Nee. Wat nog? Nee. Waarom zou je in een relatie stappen? Nou, de relatie die ik nog wil hebben, sowieso, is een voedende relatie. En dat je er zeg maar een aanvulling bent en niet een opvulling. Ja. En ik denk dat daarin de angst zit van, oh, is dit dan niet weer een opvulling? Ja. Al die angst. Al die angst. Ik heb een gedachte. Ik heb een gedachte. Het mag geen opvulling zijn. Het mag geen opvulling zijn. Het moet een aanvulling zijn. Nou, het mag voedend zijn en een aanvulling zijn. En niet opvulling van tijd. Want ik heb genoeg andere dingen te doen. Dat hoeft niet per se. Ik heb mijn eigen leven best uitgebouwd. Ja. Ja. Die zal geen opvulling zijn. Nee. Al die angst. Al die angst. Dat ik toch weer in mijn oude patronen terechtkom. Dat ik toch in mijn oude patronen terechtkom. Al die angst. Al die angst. Dat ik die ander ga gebruiken als opvulling. Dat ik die ander ga gebruiken als opvulling.
Dat gevaar zit er niet in. Dat gevaar zit er niet in. Want intussen heb ik mijn eigen leven best wel op de rails. Ik heb mijn eigen leven best wel op de rails. Ja, ik heb niemand nodig. Ik heb niemand nodig. Om mij op te vullen. Om mij op te vullen. Al die angst. Al die angst. Mag ik rustig loslaten? Mag ik rustig loslaten. Ja. Al die angst om terug in oude patronen te komen. Al die angst om terug in oude patronen te komen. Geef ik herkenning? Geef ik herkenning. Ik noteer het. Ik noteer het. En ik laat het weer rustig gaan. En ik laat het weer rustig gaan. Even diep in en uit. Ik zou jezelf nog een rondje EFT aan willen toevoegen. Ja? Ik ga het dit keer heel anders aanpakken. Ik ga het dit keer heel anders aanpakken. Het is geen verloren tijd. Het is geen verloren tijd. Ik ga iets heel anders oefenen. Ik ga iets heel anders oefenen. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Zal ik hieruit leren en groeien. Hoe dan ook zal ik hieruit leren en groeien. Welke weg ik ook neem. Welke weg ik ook neem. Het is nooit verspilling. Het is nooit verspilling. Ik gun mezelf. Ik gun mezelf. Deze relatie. Deze relatie. Om te groeien in liefde. Om te groeien in liefde. Voor mezelf. Voor mezelf. En de ander. En de ander. Dit is geen verspilling. Dit is geen verspilling. Ik heb al gemerkt. Ik heb al gemerkt. Dat het heel anders is. Dat het heel anders is. Dan alles wat ik hiervoor heb meegemaakt. Dan al die andere relaties hiervoor. Ja. Het is geen verspilling. Het is geen verspilling. Welke weg ik ook neem. Welke weg ik ook neem. Ik zal er altijd uit leren en groeien. Ik zal er altijd uit leren en groeien. Laat maar even diep in. Oké, jullie zien vanavond elkaar. Ja. Oké. Ik moest wel lachen, want ik stuurde gisteren een appje. Veel succes vandaag. Vind je het spannend vandaag, want hij zou motorrijden vandaag. En toen kreeg ik terug, ja, behoorlijk, want ik zie je graag. Jij? Toen dacht ik, ik heb het niet over. Over dat je mij gaat zien of je het spannend vindt. Maar blijkbaar vindt hij het spannend. Tuurlijk vindt hij het ook spannend. Ja, ik moest wel lachen. Zo zei ik bedoelde niet mij. Ik bedoelde je motorrijden. Ja. Het zegt waar zijn prioriteit ligt. Hè? Ja, blijkbaar. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat we het hier stilaan kunnen afronden. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Surya, voor... Ja, zo open te zijn over wat er in jou leeft. En mijn proefkonijn te zijn. Om graag dit ook publiek te maken. Dankjewel. Dank je.